Goedemiddag, schoolklasses, wij zijn Zomeren VVD. Dit is geen campagnefilmpje voor ons. Dit is een filmpje voor u. Voor u als burger van Zomeren. Ik wil u laten zien waar u allemaal invloed op heeft. Ik sta hier in een prachtig natuurgebied. Aan de ene zijde Natuurtheater De Donk. Andere zijde scouting, het verenigingsleven. En voor mij het evenemententerrein van Zomeren, waar we zoveel plezier aan beleven. Allemaal zaken waar u invloed op heeft als u 14, 15 en 16 maart gaat stemmen. Laat uw stem voor Zomeren niet verloren gaan. Wij zijn Zomeren VVD, Sjoel Questens. Ik ben Hans Vermaris, fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid Zomeren. 14 tot 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Kom stemmen. Stem op de Partij van de Arbeid Zomeren. De enige linkse partij met landelijke roots. Ik ben Arnold Verhofstadt, raadslid van Leefbaar Zomeren. Een partij die staat voor een eerlijke, betrouwbare samenleving voor iedereen. En daar hebben we u nu voor nodig. De verkiezingen zijn voor u zeer belangrijk. Het is geen ver van mijn bedshow, zoals de Kamerverkiezingen en provincieverkiezingen. U kiest voor uw eigen raad, die beslist over datgene wat u raakt. Mensen, kom stemmen, want wij hebben u nodig. Beste inwoners van Zomeren, 14, 15 en 16 maart komen eraan. Belangrijk, gemeenteraadsverkiezingen 2022. Zeker dit jaar is het erg belangrijk dat uw stem telt. Dus ga stemmen. Wie u ook bent, waar u ook woont, in het Zomeren dorp, in Lierop, Zomeren Eind of Zomeren Heide, of je ondernemer bent, agrariër, jongere of ouderen, ga stemmen. We staan hier in Grote Hoeve, de prachtige nieuwbouwwijk van onze gemeente, waar circulair bouwen en duurzaamheid erg belangrijk zijn. Maar ook voor starters is het belangrijk en ook levensloopbestendige woningen willen we hebben. Wilt u daarom invloed hebben op uw omgeving? Zorg dat uw stem telt. Mijn naam is Louis Winkels, lijsttrekker CDA Zomeren.